Dan ga ik nu het woord geven aan Kees Hertog. Dan hoop ik dat hij nu zo in beeld komt, want dan zie ik hem ook. Ja, welkom Kees. Hoor jij mij? Jazeker, ik hoor je. Mooi, en wij horen jou ook. Ik ga jou dan nu het woord geven voor jouw presentatie. Ik heb begrepen dat je zelf je dia-presentatie gaat doorklikken. Als dat nou niet lukt, dan ga ik dat voor jou doen. Maar in eerste instantie geef ik jou het woord. Ja, dankjewel. Ik ga inderdaad proberen om zelf de dia's door te klikken. Dat gaat misschien met enige vertraging, dus laten we maar kijken hoe het werkt. Het is natuurlijk een bizarre situatie waar we in zitten. En veel liever was ik naar Tilburg gekomen om Petri en Katrien ook persoonlijk te zien. Maar helaas leven we in een tijdsgevricht waarin dat nu niet mogelijk is. Dus ik hoop toch dat ik op deze manier mijn presentatie met jullie kan delen. Het is een beetje raar om dat van achter een beeldscherm te doen. Ben ik ondertussen goed te verstaan daar? Het gaat hier net, maar... En betekent dat dat ik iets... Kan ik doorgaan of moet ik iets aan het geluid doen? Ja? Oké. Goed, dan ga ik beginnen. Maar het lukt nu niet om hem verder te laten gaan, de presentatie. Oh toch, dat heb ik gedaan geloof ik, hè? Ja. Goed, ik had als titel eigen regie en onvrijwillige zorg. Kan dat samengaan? En mijn bedoeling is om zowel op dat woordje eigen regie als op die onvrijwillige zorg verder in te gaan met jullie. En of ik de vraagstelling kan beantwoorden, kan dat samengaan? Dat weet ik niet helemaal. Het is natuurlijk toch best een ingewikkeld onderwerp. En ik hoop dat ik dat in ieder geval kan duidelijk maken. Eigen regie is in ieder geval in de langdurige zorg een heel belangrijk gegeven geworden. Gegeven ook het kwaliteitskader wat we daarvoor hebben. Maar de vraag is om te beginnen wat we daar nu eigenlijk onder verstaan. Als je gewoon in het woordenboek van Van Dalen kijkt, en meestal begin ik daar toch, dan is regie zoiets als het beheer van goederen. Maar het is ook een begrip uit de spelleiding, de zorg voor de goede uitvoering der stukken staat er dan. Maar in de zorg verstaan wij er iets anders over. In de zorg verstaan we onder eigen regie het vermogen van een persoon om zelf sturing te geven aan zijn leven. Of het vermogen van een persoon om zelf te bepalen op welke wijze hij zijn leven wil inrichten en hoe de zorg en of de begeleiding bij eventuele ziekte wordt ingevuld. Eigen regie lijkt daarbij heel erg op het begrip autonomie. Maar het ingewikkelde voor de mensen die werkzaam zijn in de langdurige zorg als het gaat om het begrip eigen regie voor bewoners, is dat er toch een paradox zit tussen het belang van eigen regie en het recht op zorg vanuit de wet langdurige zorg. Want voor zorg vanuit de WLZ komen alleen die mensen in aanmerking die behoefte hebben aan permanent toezicht ter voorkoming van escalatie of ernstig nadeel en die een behoefte hebben aan 24 uur per dag zorg in nabijheid ter voorkoming opnieuw van ernstig nadeel. Vanwege hetzij fysieke problemen of vanwege zware regieproblemen. En als we dan naar de verpleeghuiszorg kijken, dan hebben we het in dit geval voor 30% over mensen die somatische zorg krijgen vanwege fysieke problemen. En voor 70% over mensen die psychogeriatrische zorg krijgen vanwege zware regieproblemen. Dus ga daar dan maar eens aan staan. Dat wij vanuit de zorg vinden dat eigen regie een belangrijke waarde is, terwijl de voorwaarden voor mensen om bij ons in zorg te komen in belangrijke mate berust op het feit dat zij gebukt gaan onder zware regieproblemen. En dat is voor de zorgverlening dus een ongelooflijk belangrijke uitdaging en niet een lichtvaardige uitdaging. Dat betekent dat steeds gezocht moet worden naar een goede balans en een goede afstemming. Waar kan regie op een veilige en betekenisvolle manier gegeven worden en waar moet regie worden overgenomen?
En het dilemma daarbij is dat we steeds moeten manoeuvreren tussen patiëntveiligheid, client safety en wat wel genoemd is de dignity of risk. Mensen moeten toch ook een risico mogen lopen. En we hoeven toch niet alles af te dekken in veiligheid, want dan blijft er niets over van de waarde die hier eigenlijk de inzet van is, namelijk vrijheid. Eigen regie verwijst naar vrijheid, maar vrijheid is een begrip met meerdere gezichten. Ik heb hier twee begrippen van vrijheid opgeschreven, die de bekendste eigenlijk zijn vanuit de ethiek en de filosofie. En dat is het begrip negatieve vrijheid, de vrijheid van, dus eigenlijk de vrijheid van blijf met je handen van me af. En positieve vrijheid, de vrijheid tot, het zodanig in staat gesteld worden vorm te geven aan je leven, dat je daarin tot volle ontplooiing en wasdom kunt komen. Twee verschillende begrippen van vrijheid. Ik ga eerst even in op dat begrip negatieve vrijheid. Dat begrip is door de 19e-eeuwse filosoof John Stuart Mill eigenlijk sterk ten doop gehouden en geïntroduceerd in de ethiek. En hij definieert eigenlijk negatieve vrijheid als de enige vrijheid die de naam verdient. En dat is die waarbij ons eigen belang op onze eigen manier door ons kan worden nagestreefd. En in onze eeuw heeft de ethicus Gerrit Maneschijn het als volgt verwoord. Negatieve vrijheid, daarmee zeg ik eigenlijk, val me niet lastig met je paternalistische bemoeizucht. Over mijn eigen zaken beslis ik zelf. En nog een citaat van John Stuart Mill, die zegt: de menselijke vermogens van waarnemen, oordelen, onderscheidend denken, mentale activiteit en zelfs morele voorkeur worden alleen toegepast tijdens het maken van een keuze. Keuzevrijheid dus. Wie iets doet omdat het nu eenmaal gewoonte is, maakt geen keuze. Wie zijn levensweg laat bepalen door de wereld of door zijn omgeving, heeft geen ander vermogen nodig dan dat van naapen. Wie daarentegen zijn eigen weg kiest, lees, zijn eigen regie pakt, gebruikt al zijn vermogens. Het probleem is natuurlijk of mensen altijd wel over de vermogens beschikken die nodig zijn om op verantwoorde wijze de eigen weg te kiezen. En John Stuart Mill zegt dan ook dat vrijheid er niet voor iedereen is. Die is er wel voor gezonde burgers, maar niet voor dwaze, zieken en gekken en ook niet voor kinderen. Dus daar hebben we toch nog steeds een probleem. Toch is negatieve vrijheid in onze gezondheidswetgeving een heel belangrijk begrip geworden. Zowel in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst als ook in de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen, de BOPZ van een aantal jaren geleden. En dat ging samen met de ontwikkeling dat autonomie en zelfbeschikking steeds belangrijker ethische waarden werden in de gezondheidszorg. Maar we hebben toch ook wel de conclusie moeten trekken dat we daarin in de afgelopen decennia wat zijn doorgeschoten. Doorgeschoten in de zin dat te veel vrijheid mensen in het ongeluk kan storten. In de psychiatrie kan het ertoe leiden, zoals Applebaum geformuleerd heeft, dat je mensen eigenlijk alleen maar een recht geeft om te creperen. In de langdurige zorg kan het ertoe leiden, als je mensen alleen maar keuzevrijheid geeft, dat mensen niet meer krijgen dan een recht om alleen te zijn en te verkommeren. En in de besluitvorming tussen arts en patiënt kan het ertoe leiden dat wanneer je de besluitvorming echt bij de patiënt ligt, u moet kiezen, dat de patiënt zich verlaten voelt en door de hulpverlener in de kou gezet. Een keerzijde van negatieve vrijheid is dus dat het mensen eigenlijk niks biedt, maar alleen een gelegenheid geeft om iets te doen. Het is een opportunity concept, maar het is niet een exercise concept. Dat wil zeggen, je biedt mensen de gelegenheid om hun vrijheid te pakken, maar als ze de mogelijkheden niet hebben om daar zelf vorm aan te geven, ja, dan hebben ze eigenlijk niks. Iemand kan apathisch op een stoel blijven zitten omdat hij niet in staat is iets te doen, en hij geniet dezelfde vrijheid van iemand die niet aan apathie leidt. Maar heeft deze persoon iets aan die vrijheid die hem eigenlijk niks biedt? En bovendien, we accepteren ook in onze samenleving dat vrijheid niet op deze manier helemaal in te vullen is.
We accepteren ook dat we ons moeten beperken om het leven met elkaar mogelijk te maken. In het verkeer accepteren we regels waar we ons aan houden. In de opvoeding moeten ouders normen stellen aan hun kinderen, want anders komt er van die hele opvoeding niks terecht. En dat doen we in de zorg. Ook in de zorg zullen we regelmatig in moeten grijpen, over mensen heen moeten gaan en ons met hen bemoeien, daar waar ze het ook zelf niet altijd willen. En in het tuchtrecht zijn er duidelijke uitspraken ook te vinden, waarin artsen en andere hulpverleners terecht gewezen worden omdat ze mensen te veel in hun eigen regie respecteren, daar waar ze toch pogingen hadden moeten doen om zorg geaccepteerd te krijgen. Tuchtrecht over bemoeizorg. Dan die positieve vrijheid. Eigenlijk zou ik willen zeggen, de negatieve vrijheid die past niet zo heel goed bij zorg. Want zorg is eigenlijk altijd je inlaten met de ander. Zorg is eigenlijk altijd bemoeizorg. Het is bijna twee keer hetzelfde als je zegt bemoeizorg. Zorg is mensen niet aan hun lot overlaten. En daar past positieve vrijheid eigenlijk beter bij dan negatieve vrijheid. Want wat wij in de zorg proberen te doen, zeker voor mensen die aanspraak maken op langdurige zorg, zowel in de verstandelijk gehandicapte zorg als zeg maar even in de psychogeriatrie, als het gaat om zorgverlening voor mensen met dementie, dan proberen wij daarin toch nog zo te zorgen voor mensen dat ze hun mogelijkheden, hun resterende mogelijkheden of hun nog te ontwikkelen mogelijkheden zo goed mogelijk tot ontplooiing kunnen brengen. Zorg kan daaraan een vormende bijdrage leveren. En eigenlijk zie ik goede zorg een beetje als goed ouderschap. Zoals ouders zorgen voor hun kinderen, zo hoor je ook een beetje als goede zorgverlener je op te stellen in de zorgverlening voor de bewoners waar je verantwoordelijk voor bent. Aan de ene kant grenzen stellen, aan de andere kant oproepen om positie te nemen en een eigen identiteit aan te nemen en iemand te zijn die ertoe doet. Een term die ook, of een benadering die ook wel aangeduid wordt als parentalisme. Eigen regie en vrijheid, zou ik daarom willen zeggen, is alleen betekenisvol als je daarin ook je vermogen tot vormgeving, en dan bedoel ik ook dat je daarin ook iets zinvols kunt doen waar je wat aan ontleent. Dus je vermogen tot vormgeving kunt ontplooien. Eigen regie is alleen betekenisvol als je daarin je vermogen tot vormgeving kunt ontplooien. Het is alleen betekenisvol als je er ook iets voor terugkrijgt. Bijvoorbeeld waardering. Bijvoorbeeld dat je iets doet waarin je slaagt, waarin je succesvol bent. Dat betekent dat de focus dan vooral moet liggen op persoonlijke mogelijkheden. En dat veronderstelt van zorgverleners die zich daartoe inzetten om mensen eigen regie te geven, dat je die ander ook goed kent. En dat wil zeggen dat je weet waar iemands krachten liggen, waar iemands mogelijkheden liggen en ook weet wat iemands perspectief is op de zorg en op wat daarin voor die persoon van belang is. Maar in die zorg hebben we ook te maken met onvrijwillige zorg en wetgeving die daarover gaat. En onvrijwillige zorg, zoals dat in de wet zorg en dwang geregeld wordt, wordt gedefinieerd als een manier van ingrijpen die een aantasting betekent van fundamentele rechten, zoals het recht op vrijheid en het recht op eerbiediging van het privéleven. En dat is verder uitgewerkt in de wet in termen van zorg waaraan instemming ontbreekt of die verzet oproept. En eigenlijk zie je in dat wettelijke kader van de wet zorg en dwang niet dat positieve vrijheidsbegrip, maar juist het negatieve vrijheidsbegrip van handen af, van keuzevrijheid, van zelfbeschikking, van je eigen gang kunnen gaan. Dat zie je hier doorwerken. En dat maakt dat dat best een ingewikkelde is om goed in te regelen in de zorg. Eigenlijk is het zo dat degene die weigert en afhoudt vanuit dit wettelijk kader sterker staat dan de Samaritaan, zeg maar de zorgverlener die het goede wil doen en die het belangrijk vindt dat iemand niet alleen zorg ontvangt, maar die zorg ook accepteert.
Ik doe even een stapje terug. Want die wet zorg en dwang, die is er eigenlijk gekomen omdat we in de jaren dat we moesten leven en werken met de BOPZ in de langdurige zorg het gevoel hadden, die wet die past gewoon niet op de zorg. Die wet is A, zo geïnspireerd door de psychiatrie, dat die niet goed vertaalbaar is naar de verstandelijke gehandicaptenzorg en naar de dementiezorg. Maar hij gaat ook uit van een autonomiebegrip en van een zelfbeschikkingsbegrip wat niet één op één toepasselijk is op deze bewonersgroepen. En bovendien sluit hij niet aan bij de ethische overwegingen omtrent goede zorg zoals die in de praktijk ontwikkeld zijn. En de evaluatiecommissie die in 2002 de wet BOPZ geëvalueerd heeft voor deze sector, komt daarom tot de conclusie dat naarmate een wettelijke regeling verder af ligt van de opvattingen en het ethisch besef van hulpverleners die de regeling moeten toepassen, de kansen op succesvolle implementatie van die regeling afnemen. De conclusie van die wetsevaluatie is geweest dat er een nieuwe wet moest komen, speciaal voor de langdurige zorg, die vanuit en in aansluiting op het ethisch besef van de hulpverleners in die sector ontwikkeld zou moeten worden. Dat is uiteindelijk tientallen jaren later de wet zorg en dwang geworden. En met alle respect, ik vind dat die weinig opgebouwd is vanuit het ethisch besef en het ethisch denken van hulpverleners en nog steeds heel erg de sfeer ademt die ook in de BOPZ lag, waarin negatieve vrijheid eigenlijk de norm is. Ik wil een paar plaatjes laten zien over onderzoek wat wij gedaan hebben toen de BOPZ nog van toepassing was en waarin wij geprobeerd hebben in beeld te brengen hoe vanuit het ethisch besef van hulpverleners gekeken wordt naar bepalingen over vrijheidsbeperking in de wet BOPZ. Dat is een wat ouder artikel wat als titel had The Concept of Restraint in Nursing Home Practice. En wat we daarbij gedaan hebben is dat we zorgverleners een vragenlijst hebben voorgelegd waarin we ze vroegen voorlegden over bepalingen in de wet met betrekking tot middelen en maatregelen, vrijheidsbeperkingen. En daarnaast hebben we ze geïnterviewd over een casus die ze in hun praktijk hadden meegemaakt, die ze zelf mochten inbrengen om ook op een kwalitatieve manier zicht te krijgen op hoe zij het begrip vrijheidsbeperking invulling gaven. En wat we toen ontdekten was dat mensen aan de ene kant perfecte wetskennis hadden. Ze wisten precies alles over middelen en maatregelen. Maar dat ze in de praktijk van de zorg zelf een andere invulling gaven aan dat begrip vrijheidsbeperking. Op basis van hun eigen ethisch besef en op basis van de kennis die ze hadden van het belevingsperspectief van de mensen voor wie ze zorg droegen. En ze kwamen eigenlijk zelf met 4 begrippen van vrijheidsbeperking, of nee, eigenlijk moet ik het zo zeggen, 4 afwegingen die bepalen of er sprake is van een vrijheidsbeperking. En als we dan als voorbeeld nemen bijvoorbeeld een diepe stoel of een bedhek, bedhekken die heel veel worden toegepast in de langdurige zorg. Het is zelfs zo dat bedden standaard met bedhekken geleverd worden en een bedhek was een van die onderwerpen in de BOPZ waar voortdurend discussie over was, is dat nou een middel of maatregel of niet? Nou, daarvan zeiden zorgverleners, een bedhek is alleen een vrijheidsbeperking als de intentie is om iemand op te sluiten in zijn bed. Niet als de intentie is om mensen een gevoel van veiligheid te geven omdat ze daar behoefte aan hebben, of om te voorkomen dat mensen uit bed vallen. Dan hebben we een andere intentie, is het geen vrijheidsbeperking. Het is ook geen vrijheidsbeperking als de bewoner die het betreft een ander belevingsperspectief heeft, waarin een bedhek niet als een beperking wordt ervaren, maar juist gevoeld wordt als iets wat veilig is. En het is ook geen vrijheidsbeperking, dat is overigens wel overgenomen in de wet zorg en dwang voor een aantal vormen van onvrijwillige zorg, wanneer er toestemming voor is gegeven als de patiënt of de bewoner het prettig vindt en vraagt om een bedhek of om een diepe stoel, of als de naaste dat doet. En het is ook geen vrijheidsbeperking als wij denken dat dat goede zorg is. En de zorg is pas af als het bedhek omhoog is. Dus als dat het idee is van goede zorg, dan zien we dat niet als vrijheidsbeperking. Dus hier zie je dat er vanuit
ja, het interne, de interne moraliteit noemen dat hier, vanuit het ethisch besef van zorgverleners, anders naar vrijheidsbeperkingen wordt gekeken en ook anders wordt gehandeld dan overeenkomstig de wet BOPZ en de definitie die die wet geeft van vrijheidsbeperking en middelen en maatregelen. Maar als gezegd, inmiddels hebben we nu de wet zorg en dwang. En daarmee sluit ik af. En in die wet zorg en dwang is, ja, wordt niet met de term middelen en maatregelen gebruikt, maar is een scala aan vormen van onvrijwillige zorg, zoals het nu heet, ingevoerd. En twee daarvan zijn betrekkelijk nieuw. Die kenden we niet onder het regime van de BOPZ. En dat zijn maatregelen waarmee toezicht op de cliënt wordt gehouden. En dan denken we toch vaak aan zorgtechnologie, aan domotica die ingezet worden in de zorg. En het andere nieuwe element, dat zijn de beperkingen in de vrijheid het leven in eigen leven in te richten, die tot gevolg hebben dat de cliënt iets moet doen of nalaten. En dat doet denken aan wat vroeger in de stand gehandicaptenzorg wel de pedagogische maatregelen werden genoemd. Maar eigenlijk, als je hier goed naar kijkt, dan zitten hier ook min of meer noties in van goede zorg. Of ook bijvoorbeeld, als je dit zou toepassen op de opvoeding, elementen van een goede opvoeding. Want ook ouders moeten toezicht houden op hun kinderen om te zorgen dat ze veilig kunnen opgroeien. En ook ouders moeten beperkingen in de vrijheid om het leven in te richten van hun kinderen aanbrengen om te zorgen dat ze opgroeien tot volwaardige volwassenen die goed kunnen participeren in de samenleving. Met andere woorden, wat ik probeer te zeggen is dat juist deze vormen van onvrijwillige zorg omgekeerd ook helpend kunnen zijn om de eigen regie van de cliënt te ondersteunen. Maar dan is het wel van belang om daarin af te stemmen op het belevingsperspectief van de cliënt, zodat we dat ook mee kunnen nemen in de wijze waarop we hier vorm aan geven. Want dat we regels moeten stellen en dat we toezicht moeten uitoefenen, dat valt niet te ontkennen, dat is gewoon noodzakelijk. Dat is ook de reden waarom de mensen bij ons in zorg komen. Als ik nog even terugga naar die toelatingscriteria voor WLZ-zorg. Maar afstemmen op de beleving van de patiënt, van de bewoner, afstemmen op diens mogelijkheden en beperkingen, dat is wel essentieel om deze vormen van zorg goed in te regelen. En daartoe hebben we in het verleden een wegingskader ontwikkeld, waarbij we geprobeerd hebben het perspectief van de cliënt in beeld te brengen en handvatten te ontwikkelen op basis waarvan zorgverleners zich kunnen verdiepen in dat perspectief van de patiënt en van de bewoner. Ik zeg iedere keer patiënt, dat komt omdat ik dokter ben. Handvatten waarmee zorgverleners zich kunnen verdiepen in het perspectief van de patiënt en dat mee kunnen laten wegen in besluitvorming over inzet van onvrijwillige zorg. Daar wil ik bij laten.